Thomas opent zijn ogen. Hij ziet alleen maar zwart. De ruimte waar hij zich bevindt is al even leeg als zijn geheugen. Wat doet hij hier? Waarom is hij hier? Hij weet alleen zijn naam, Thomas. De soort lift waar hij zich bevindt maakt een rammelend geluid en stijgt. Plots schijnen zonnestralen door zijn ogen. Er staan een 60-tal jongens voor hem. Een van hen zegt: "Welkom op de laar." Thomas verblijft met 60 andere jongens op een soort hoeve, de laar. Er is geen uitweg mogelijk. Buiten via het labyrinth. Al 2 jaar proberen de jongens te ontsnappen. Renners doorzoeken elke dag het labyrinth, op zoek naar een uitweg. Maar niet iedereen waagt zich in het reusachtige doolhof. Want ze zijn er niet alleen. De grievers worden ze genoemd. Deze spinachtige monsters vallen iedereen die zich in het labyrint waagt aan. Eens per maand ontvangen de laarders voedsel van hun mysterieuze ontvoerders via de box. Maar deze keer is het geen voedsel, het is een meisje. Voor de eerste keer. Waarom plots een meisje? En waarom voelt Thomas een connectie met haar? Vanaf dan verandert alles. De volgende ochtend komt de zon niet meer op. Dit betekent dat ze sneller dan ooit uit het labyrint moet ontsnappen. Zal het Thomas en zijn vrienden lukken om op tijd te ontsnappen? En waarom worden ze gevangen gehouden? Je komt het allemaal te weten in de trilogie van de labyrintrenner. Het is een zeer spannend verhaal met veel plottwisten, geschreven door James Dashner. Je moet dit boek zeker lezen omdat het heel leuk is door de sympathieke karakters. Maar wees voorbereid, want niet iedereen haalt het. Tadadam.